What up YouTube, iModify hier. En deze week komen we weer met een gloednieuwe controller die we voor jullie gaan reviewen en previewen. Dit is de Turquoise Zebra Design Controller die we gemaakt hebben voor een vet aardige jongen. Zoals jullie kunnen zien hebben we zoiets echt nog nooit eerder gedaan. De design vond ik echt heel vet. Toen hij mij de design liet zien dacht ik bij mezelf van nou ja, ik weet het niet. Maar goed, dit is wat hij wou, dus we hebben het even voor hem gemaakt. Ik zal hem even snel uitleggen wat erop zit. Het is een standaard PlayStation 4 controller uiteraard, zoals jullie kunnen zien. En verder is het helemaal mat. Mat is in. En mensen bestellen matte controllers. Ik support dat alleen maar, dus ik zeg gewoon doen. Maar zoals ik al zei, het is gewoon een matte controller. De globale kleur die voornamelijk gebruikt is zwart. De achterkant van de controller is ook helemaal zwart. En de jongen die het bestelt, die wou een soort van zebra design op de controller hebben. Hij stuurde me een foto. En de kleur die hij liet zien, leek heel veel op turquoise. Dus dat is ook wat we gebruikt hebben. Het is dus een turquoise zwarte controller. En hij wou heel graag zijn gamertag, denk ik, of zijn afkorting van zijn naam wou hij erop hebben. DK. Dus dat hebben we erop gestaan. Met een heel vet lettertype die hij zelf uitgekozen heeft. Dus dat hebben we erop gezet. Voor de rest zijn de knoppen standaard, de D-pad zwart. De schouderknoppen en de schoudertrekkers die zijn helemaal zwart. En een standaard guide button. Hij had wel blauwe thumbsticks, dus dat hebben we er even opgezet. Heel vet controller. Ja, zoals ik al zei, ik had niet verwacht dat hij zo vet zou worden. Voornamelijk door de turquoise. Dit is een kleur die we nog nooit eerder hebben gebruikt. Ziet er heel vet uit. Met de parelmoer rood. Met de matte lak eroverheen lijkt het net alsof het gloeit, laat ik het zo zeggen. Ik heb het al meerdere keren gezegd. De kleur die komt lijkt net alsof je op een bepaalde plek aan het gloeien is, terwijl die andere plekken wat minder is. Als je het beweegt, ziet er heel vet uit. Maar dat is niet alles, want dit is een van de weinige keren waarbij onze klanten dus ook vroegen van, hey, weet je, wij willen ook tactical buttons op onze controller hebben. Dat is ook precies wat we gedaan hebben. Wij gebruiken liever tactical buttons dan de paddles die bij de standaard SCUF controllers gezet worden. En het heeft een aantal redenen, maar ik zal er gewoon even een paar opnoemen. Ten eerste, die paddles hebben de neiging om wel eens kapot te gaan. Ze moeten vervangen worden, ik noem maar wat. Nou, als ze er niet zijn, dan hoef je ze niet te vervangen, laat ik het zo zeggen. Verder, de tactical buttons, die vallen gewoon niet op. Zoals je kan zien. Nou, je hoort ze klikken. Welke knoppen ze representeren zijn deze twee. Dus als je bijvoorbeeld aan het rennen bent, hoef je dit niet meer ingedrukt te houden. En als je wilt knijven, hoef je de andere knop niet meer in te drukken. Dat kun je gewoon, ze zitten al onder je vingers. Dus kan ze indrukken, rondlopen, shanken, noem maar op. Alles wat je wil kunnen we doen. Zoals ik al zei, ze zien er ook heel stealth uit. Dus niet iedereen merkt het direct op als je ze hebt. Wat voor mij, zeg maar, wat best wel vet is, want het is zeg maar iets wat jij weet en voor de rest weet niemand het. Wat hij niet weet, wat we gedaan hebben, is dat we een custom decal erop hebben gezet. Het is van iModify, ik ga even kijken of hij nog... Ja, kijk eens aan. We hebben de decal van iModify erop gezet, dat gaan we ook gewoon weggeven, maakt niet uit. Hij mag het hebben, vinden we leuk. Heel aardige jongen. Zoals ik al zei, we hadden eerst een ander design voor hem, hij stuurde. Hij zei van, weet je, ik wil het zo hebben, geen probleem. Ziet er heel vet uit. Kortom, de Zebra Turquoise Design Controller. Naar mijn idee heel vet. Laat zelf even weten of jullie het ook vet vinden. Of wat jullie ervan vinden. En vergeet niet te delen, te liken, een comment achter te laten. Alles wat met die social media te maken heeft. Pak Twitter erbij zou ik zeggen. We zijn nog steeds bezig met onze weggeefactie van 350 volgers of meer. En we gaan een controle weggeven. Kortom, laat ons weten wat jullie van deze controle vinden. Volg ons met Twitter, Facebook, alles. En mochten jullie vragen hebben, stuur ons gewoon een mailtje. En we zullen zo snel mogelijk antwoord geven. Dit was de Zebra Design Controle jongens. En dit was iModify. Check jullie volgende week. Later. We'll be right back.